Dit is een bespreking van het tweede gedeelte van paragraaf 44 van Apurba Condita 21. En het woord is Hannibal aan de vooravond van de slag bij de Ticinus. Hannibal spreekt zijn soldaten toe en motiveert ze, net als Scipio daarvoor gedaan had, om zo dapper mogelijk te vechten. Hannibal begint dit stukje met een verwijzing naar het gebeuren rond Saguntum. De stad zie je daar staan. Tot de doodstraf staat er letterlijk. Deposcere betekent opeisen. En iemand opeisen, me deposcerun, ze hebben mij opgeëist, heb ik vertaald met ze hebben de uitlevering geëist van. En dat hebben ze gedaan voor de doodstraf. Onderwerp zijn natuurlijk de Romeinen. Ze hebben eerst voor de doodstraf mij opgeëist, dat eerst, dat staat daar, en vervolgens jullie. Je herkent het chiasme, neem ik aan. Voor de doodstraf hebben zij mij opgeëist, jullie aanvoerder, de Ducem, en vervolgens jullie, allemaal omnes qui saguntum opugnacetis, die Saguntum bestormd aangevallen hadden. Opugnacetis is hetzelfde als opugnavicetis. Livius gebruikt vaak van die verkorte perfectumvormen. De conjunctivus van het pluscamperfectum geeft aan dat hier een soort van reden wordt gegeven. Dus hebben jullie opgeëist omdat jullie Saguntum hadden aangevallen. En dat klopt overigens niet. Hè. De Romeinen hebben alleen maar Hannibal opgeëist, maar Hannibal overdrijft hier natuurlijk om een bepaald effect te bereiken. Ad facturi fuerunt. Ad ficere is iemand aan iemand iets aandoen. Het leidend voorwerp staat daar. Hè. Dus, en dan moet je nos, dus ons, aanvullen. Dus zij doen ons iets aan met martelingen, een cruciatus van groep 4, dat is een marteling. Dus iemand iets aandoen met iets. Zij hebben, en dan, heb je nog, dan moeten we nog vertalen, het participium van het futurum. Zij zijn geweest, zullende aandoen, staat er letterlijk. Dus ze waren van plan ons aan te doen. Martelingen, ons aan te doen met martelingen, staat er eigenlijk. Het is een ablativus, dus ze waren van plan ons te martelen. Ons te onderwerpen aan de ultimis martelingen, de ergste martelingen. En bij dat leidend voorwerp staat er nog een PPP deditos, overgeleverd zijnde. Dus als we aan dat verzoek tot overlevering hadden voldaan, zegt Hannibal, dan hadden ze ons de ergste martelingen aangedaan. Hannibal schetst hier uiteraard een inktzwart beeld van de Romeinen. Crudelissima ac superbissima gens noemt hij ze, het volk. De Romeinen worden uiteraard bedoeld, het zeer vrede en zeer trotse superbissima volk maakt. Leidend voorwerp omnia, alle dingen, maakt alle dingen sua, het zijne, hun eigen, en letterlijk van het eigen oordeel. Dus ik heb vertaald met en onderworpen aan eigen willekeur. Die Romeinen die willen maar alles doen zoals het hun goed dunkt. Cum quibus bellum, cum quibus pacem habiamus. Dit is een afhankelijke vraag, vandaar de conjunctivus habiamus. Met wie oorlog, met wie vrede wij hebben. Je herkent het asyndeton en het parallelisme. Dat beschouwt het als kenzet, kenzere. Dit is gewoon een presens. Onderwerp is natuurlijk de Romeinen, het Romeinse volk. Het beschouwt het als aequum, het als rechtvaardig, als billig. En dan heb ik dat C niet kunnen vertalen, maar C imponere is een ACI. Het beschouwt het als billig, dat het, dus dat volk is dat, dat het oplegt, imponere, een maat, een grens, aan de kwestie met wie wij oorlog en met wie wij vrede hebben. Dat staat er letterlijk. Circumscribit, het omschrijft, staat er letterlijk, het begrenst. Leidend voorwerp is nos, ons, in het Latijn één keer, in het Nederlands twee keer vertaald. Het begrenst ons en sluit ons in met grenzen, met termini, van bergen en van rivieren. Quos non excedamus, grenzen, het antecedent van quos zijn die terminis, die
wij te buiten gaan, niet die wij niet te buiten moeten gaan. De conjunctivus geeft aan een kenmerk van die grens. Het is een definiërende conjunctivus. Grenzen die wij niet moeten overschrijden. Ik heb dat moeten, heb ik de conjunctivus vertaald. En niet, onderwerp nog steeds, dat gens, dus de Romeinen. En niet bewaakt het, neemt het in acht, die grenzen. Eos terminos, dat de, dat zou je eigenlijk moeten vertalen met die of deze grenzen. Quos statuit. Statuit kan presens en perfectum zijn. Ik heb het hier als perfectum vertaald. Die het zelf bepaald heeft. Dus die Romeinen, zegt Hannibal, die houden zich niet aan de afspraken, aan de begrenzingen, aan de voorwaarden die zij ons zelf hebben opgelegd. Voor dat saguntum gebeuren, heeft hij natuurlijk een punt.